Poolse commandant Stanisław Maciek ontvlucht zijn geboorteland na de Duitse en Russische inval en komt in 1940 in Engeland terecht. Daar richt hij de 1e Poolse Panzerdivisie op. Onder zijn leiding leveren de Polen een belangrijke bijdrage aan de bevrijding van Europa. Maar hun belangrijkste doel is de bevrijding van hun moederland Polen. Op weg naar het oosten bevrijden Maciek en zijn mannen eind oktober 1944 Breda. In 1939 was Maciek net commandant geworden van een brigade, een gemotoriseerde brigade. Daarmee heeft hij gevochten in Polen. Polen heeft dat natuurlijk niet kunnen volhouden tegen de Russen en de Duitsers. Via Hongarije is hij kunnen ontkomen naar Frankrijk. Daar heeft hij met zijn eenheid weer gevochten bij de aanval van Duitsland op Nederland, België en Frankrijk. Is uiteindelijk weer moeten ontkomen naar Engeland en heeft daar in 1942 een divisie opgericht. Een divisie van 16.000 man. In 1944, kort na de invasie, zijn de Polen ingezet in Frankrijk. Daar hebben ze gelijk na aankomst, na een paar dagen, al slag moeten leveren. Vooral de slag bij Falaise is heel erg bekend. Daar zijn veel slachtoffers gevallen. Meer dan tussen de 1000 en de 2000 slachtoffers bij de Polen alleen al. Begin oktober 1944 begon de aanval vanuit België naar het noorden richting Breda. Eerst werd de grens bij Baarle-Nassau overgestoken. Vlak daarna bij het dorpje Alphen stokte het front en dat heeft daar 3 weken stilgelegen. 27 oktober 1944 gaat de aanval weer door. 29 oktober wordt Breda uiteindelijk bevrijd. Maciek heeft zijn troepen altijd aangegeven dat de Nederlandse bevolking in het algemeen en de Bredaanse bevolking natuurlijk ook vrienden waren. Dus zij moesten zeer voorzichtig omgaan met het beschadigen van personen en materieel. Hij heeft zijn tanks niet ingezet, want als je met tanks Breda invalt, dan liggen zo de andere ruiten eruit en ze veel beschadiging. Maar hij heeft alleen zijn infanterie, veel van zijn infanterie, de stad ingestuurd en straat voor straat Breda bevrijd. Er zijn natuurlijk best slachtoffers gevallen, maar niet zo heel veel slachtoffers zijn gevallen. Daartegenover zijn er natuurlijk wel veel infanteristen gevallen bij de Poolse militairen. Dat heeft een hele speciale band, hè, want daar zijn de Bredanaars hem en zijn manschappen nog steeds erg dankbaar voor. Een ander facet is dat ze daarna 5 maanden in deze streek zijn gebleven. En de meeste van die Polen die waren ingekwartierd bij de burgerij. Niet alleen in Breda, maar tot voorbij Sertogenbosch zelfs. Dus daar zijn heel veel vriendschappen uit ontstaan. Niet alleen vriendschappen, ook huwelijken natuurlijk. Veel Polen hebben Bredaanse en streekmeisjes gevonden. En ja, daar zijn veel huwelijken uit voortgekomen. En daarna ook veel tweede generaties, net zoals ik. Generaal Maciek eindigt natuurlijk in Duitsland, bij in de buurt van Wilhelmshaven. Toen was het 5 mei, hè, was eigenlijk de oorlog voor de Polen ook afgelopen. In 1948 zijn alle Poolse militairen gedemobiliseerd. Hè, zijn uniform uit en burger geworden. Dat is met Maciek ook gebeurd. Hij kon niet terug naar Polen, om politieke redenen ook. Zijn staatsburgerschap was hij verloren. Hij had ook helemaal geen uitkering. Dus hij heeft een aantal jaren heel eenvoudige banen gehad. Zelfs bij een van zijn manschappen heeft hij gewerkt in een hotel. Hij werd wel geëerd, want hij werd natuurlijk regelmatig uitgenodigd om ook naar Breda te komen en dergelijke. En daar werd hij natuurlijk volledig geëerd. Maar hij heeft niet die eer gekregen die hij en eigenlijk zijn manschappen ook allemaal eigenlijk hadden verdiend. Zijn wens was altijd om begraven te worden bij zijn manschappen. En in 1994, toen hij overleden is, toen is hij overgebracht vanuit Engeland hier naar Breda. En met heel grote militaire eer is hij hier begraven op het ereveld. Alleen hij is de enige van dit veld die niet gesneuveld is. Die na de oorlog gelukkig nog heeft kunnen voortleven. Maar hij ligt nu te midden van zijn mannen. En op dit moment is het een graf wat eigenlijk een soort bedevaartsoord is. Hier komen steeds meer mensen, zeker Polen, komen hier naartoe om het graf van generaal Maciek te bezoeken. Tezamen met de kameraden die hier liggen.